Ja jongens, een hele goede dag en tof dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van Gear Talk. In deze aflevering gaan we de nieuwe Shimano Speedmasters bespreken. Dit zijn de 14.000 XTD modellen, compleet in een nieuw jasje en compleet geüpgrade, misschien nog wel veel belangrijker. Ik ga je precies vertellen welke upgrade deze molen heeft gehad, ja, waarom die kleur zo vet is, want ik heb hem net voor het eerst uit de doos gehaald. Ja, en ik moet zeggen, hij is wel echt heel vet. De Shimano Speedmaster XTD 14.000, een molen die bijna ieder jaar wel een upgrade krijgt. En ook dit jaar heeft Shimano deze molen weer geüpgrade. Nou, ze hebben intern wat veranderingen gemaakt, maar ook bij de kleur hebben ze in dit geval een aanpassing gedaan. Waar de molens voorheen eigenlijk compleet zwart waren, hebben ze nu een matgroene coating op de spoel en de slingerhendel gedaan. Ja, het ziet er super tof uit. Ja, het heeft een soort stealth look. Het is namelijk niet extreem opvallend. Alleen als je het in het juiste licht houdt, dan valt het echt op. Nou, verder hebben ze de beugel in dit geval zilver gelaten. En ook de quick drag die op deze molen zit. Of de fast drag. Ja, die is afgewerkt met mooie zilveren details. Wat verder opvallend is, is dat er op de body van deze molen zelf geen Shimano staat. En eigenlijk alleen is toegepast op de spoel. Dus ja, ik ben er eigenlijk wel voorstander van. Ik hoef niet op al mijn gear schreeuwend te hebben dat het van een merk is. En ja, wat ik zeg, die stealth look, die bevalt mij echt wel heel erg goed. Verder is er gebruik gemaakt van een CI4 body. Alleen de body bij deze molen is van CI4 Plus materiaal. En het voordeel daarvan is dat die een stukje lichter is als de vorige variant. Als je van een lichtgewicht setup houdt die wel voldoende lijncapaciteit heeft en voldoende lijn binnenhaalt, dan is dit in dit geval een molen om echt naar uit te kijken. Want met iedere volledige slag van deze molen haal je 103 centimeter lijn in. Dat is best wel een behoorlijk stuk. Dus wat dat betreft ook voor het grootwatervissen is deze molen meer dan geschikt. Die fast drag, die heb ik net al benoemd, is een drag die in dit geval super soepel loopt. Een halve slag is in dit geval al voldoende om je molen van potdicht naar helemaal open te zetten. Dus ja, dat werkt überhaupt gewoon super fijn. Verder hebben ze ook de Super Slow Oscillation toegepast op deze molen. Wat houdt dat in? Dit zorgt voor een betere lijnligging op je spoel. Dat komt namelijk door het bewegen van je spoelkop zelf. Het voordeel daarvan is dat je je werpcapaciteiten verbetert. Want door de juiste lijnligging op je spoel gooi je in dit geval echt een aantal meters verder. Dus ook daarvoor is deze echt heel erg geschikt. Ja, en als we dan nog een stukje verder intern gaan kijken, komen we bij de Hengen Gear en Silent Drive uit. Ja, mondvol komt er eigenlijk op neer. Je molen is compleet geruisloos en loopt gewoon super soepel. Ja, het is eigenlijk gewoon het allerbelangrijkste onderdeel van je molen. Op het moment dat je molen gewoon soepel loopt, ja, draai je hem veel makkelijker en fijner binnen. En is het in dit geval ook gewoon veel makkelijker met het binnendraaien van de vis en het afdrillen van de vis. En misschien nog wel het mooiste om te benoemen is dat de prijs in dit geval ook gewoon de normale Speedmaster prijs is. Dus voordelen daarvan. Je hebt een prachtige molen voor een prima prijs. Enige nadeel, er zit nog geen reservespoel bij. Ben je iemand die met één spoel prima uit de voeten kan, dan is dit absoluut het bekijken waard. Zie je hiervoor ook nog wat verschillende lijnen liggen. En ik begin eventjes bij deze schitterende Technium lijn in 3500ste. En dit is 600 meter. Nou, waarom heb ik deze gepakt? Zonder opvulringen past er op deze spoel precies een spoel van deze Technium lijn. Dus ja, ben je op zoek naar een nieuwe lijn voor je Speedmaster molens, dan is deze zeker even het bekijken waard. Ja, ben je toch liever op zoek naar gevlochten lijn? Check dan vooral deze mosgroene PowerPro lijn in 3200ste even. Ja, dit is de lijn voor eigenlijk iedere karpenvisser. Iedere karpenvisser is hier waarschijnlijk ook wel bekend mee. En vooral als je veel op groot openbaar water vist, zeker een aanrader. Verder heb ik hier nog een nieuwe toevoeging. En dat heeft ermee te maken dat dit is een vuurcarbon voorslag.
heb je in verschillende LB's. En het toffe van ja, dit product is dat het speciaal is ontwikkeld voor tonijnvissen. Dus ja, eigenlijk voor het karpervissen moet dit meer dan voldoende zijn. Ook voor eventuele mossels of ja, toch wat scherpere obstakels is dit zeker de uitkomst. Dus ja, check ook deze vooral eventjes bij ons in de winkel. Nou, mocht je verdere vragen hebben, laat ze dan hierachter onder in de comments. Check eventjes de beschrijving mocht je benieuwd zijn naar deze items. En wat we nu hebben toegevoegd voor jullie is de informatiekaart hierboven. Hierin kan je precies terugvinden welk item we zojuist hebben besproken. En kom je direct bij ons op de site uit. Nou, ik zie je hopelijk bij een volgende keer talk. En ik ga deze weer even terug inruimen, want anders klopt de voorraad niet. Doei!